Ik ben er echt serieus over aan het nadenken om het kort te knippen. Maar dan denk ik, oh, ik kan niet eens tegen een beetje haar in je gezicht. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Vandaag raakte ik niet zo heel gemakkelijk. Allee, gisteren was ik iets later in slaap aan het vallen. Want ja, ik was dus eerst aan het lezen in mijn boek. De tweede deel van de Zeven Zussen, dus het boek van Storm. Toen wou ik nog het huis uitkijken op mijn tablet. En als mijn tablet hier bij mijn bed ligt, of mijn gsm, is het echt een probleem. Want dan... Daarna ben ik nog op een TikTok rant geweest. Vooral eigenlijk terugkijken van mijn oude TikTok video's. En ik moet zeggen, het is redelijk beschamend om te zien. Maar het is wel tof. En omdat het toch een beetje eigenlijk een vakantiedag is, want het is de dag van de dynastie, heb ik besloten dat het niet oké is om een beetje langer te slapen. Dus ik heb nu geslapen tot 8 uur. In de plaats. Ik was van plan om te slapen tot 7 uur. Ik heb dan nog mijn wekker. Ik ben echt speciaal uit mijn bed geklommen naar mijn tafeltje voor mijn wekker uit te doen. Maar ik had gezegd omdat vakantie is, maar je slaapt tot 7 uur in plaats van 6 uur. Het is 8 uur geworden. Ik doe dat niet elke dag, maar af en toe is het tijd voor ontbijt aan mijn computer, zoals vandaag. Het is nu 9:20. En het is tijd voor een mini wandeling. Dan sta ik ook even recht en heb ik wat beweging, kan ik Pokémon vangen. Allemaal. Alleen maar voordelen. Ik heb wel even wezenlijk. Ja, ze aantrokken over mijn trui. Alhoewel dat het misschien nog zonder dat zou lukken. Maar niet iedereen is nu al klaar voor kerstmis. En ik die dacht dat dieper nog niet klaar was voor kerst. Ik was echt fout, want ik zie dat er al kerstmarktjes staan ook. Dus ik dacht nog een keer moeten doen met de kerstmarkt aan in de berg. Ja, dan ben ik koud en ik heb geen handschoenen mee en ik heb om te spelen. En het was ook duidelijk iets te doen. Want er waren zo allemaal mensen in zo'n groen, chic kostuum. Lijkt van het leer of zo. En hier bij het monument liggen er bloemen. Allebei van Ieper. Net de gym verslaan. Ik speel nu wel veel minder Pokémon dan in de zomer. Gewoon omdat als ik thuis kom van mijn werk dat het donker is en ik heb dan niet echt veel zin meer om Pokémon te spelen. En ja, ik ben nu al een paar dagen 's morgens thuis. Dus ik zou dan eigenlijk Pokémon kunnen spelen. Maar... ik wil dat werken aan mijn vlogs en aan mijn blog. En ja, overdag is er toch bijna niemand buiten om rides te doen. Dus het is echt al super lang geleden dat ik rides heb gedaan. Alhoewel, vandaag heb ik één gedaan. Eén dat ik alleen kon doen. Dat is eigenlijk, rides is eigenlijk bij mijn meerdere mensen het ene heel sterke Pokémon vecht die niet van iemand anders is. Snap je? Ik heb een probleem. Ik wil de afwas doen en ik heb geen warm water. Dus ik ben nu warm water aan het koken. Misschien moet ik nog even kijken naar een boiler of dat er niks mis is. Ik probeer trouwens ondertussen een vlek van mijn aanrecht te vegen. Ik snap er echt niks van. Ik hoop gewoon dat vanavond opgelost is en anders. Ik ga mijn ouders moeten bellen, denk ik. Tijd om naar het werk te vertrekken.
Ik neem snacktomaatjes mee. Ik heb vanmiddag ook nog kastanjes gegeten naast mijn heerlijke vegetarische ovenschotel. Die jullie konden zien in de vlog van gisteren, hoe ik die heb gemaakt. Nu ga ik werken. Ga de stok beheren in de palingweek. Terwijl dat iedereen, al mijn collega's thuis zijn, omdat het de dag van de dynastie is. Net thuis van het werk. Het is nu rond 5 uur. Vanmiddag heb ik trouwens als snack deze snacktomaatjes gegeten. Ik weet dat het nogal plastic verspilling is, maar ze zijn wel lekker en het is ook wel handig meenemen zo. Mijn huisbazijn is net gekomen om het water te fixen. Yes! Dus nu heb ik terug mooi water en kan ik terug mijn radiator aanleggen, moest ik het koud hebben. Joehoe! En nu ga ik misschien nog een vlog editen of zo. Ik wil nog even iets productiefs doen, want het is nog 20 na 5. Ik ging dus iets productiefs doen en then this happens. Updates. Maar ik had ze ook wel heel lang uitgesteld. En ik heb zo eigenlijk ook wel de toestemming gegeven. I don't know what's up with my hair. Toch eigenlijk wel, want zo haar is mijn haar al jaren. Daarom draag ik het altijd in een bun. En omdat ik het super annoying vind als het in mijn gezicht hangt. 20 na 6, mijn laptop is toe. Nu ga ik verder tv kijken en soep drinken, want ik heb vanmiddag wat gegeten. Ik heb net de aflevering van Het Huis gekeken met Theo Franke. En ik kan jullie alvast zeggen dat Theo Franke niet mijn favoriete politicus is. Hij heeft standpunten waar ik het helemaal niet eens mee ben. Maar ik vind dat Erik Hoens, de regisseur van Het Huis, of de presentator van Het Huis, of beide, hem heel goed in beeld heeft gebracht. Ik heb de mens achter de politicus gezien. En dat wordt sowieso nooit mijn beste vriend. Maar ik heb gezien dat hij ook een mens is. En dat zag ik te weinig terug. Maar ik ben het nog altijd niet met hem eens. Integendeel. En nu iets rustiger. Ik ga Victorious kijken op Netflix. Tijd voor een nieuw pakje. Tijd voor pakje Vic. Opnieuw Skittles. Yes, opnieuw Skittles. Hey! Of oh. Als de koningin. Ik heb net een super leuke zussen FaceTime Messenger ding gehad. Is echt heel leuk. Echt zo'n typische zussen. Waarbij je dat heel de met allerlei stomme filters uitprobeert. En alle Messenger spelletjes speelt. Waarbij je echt als een zot zo zit te doen. Terwijl je naar je schermpje kijkt. Like. Imaginary donuts. Of het niet lachen spel. Of het ontwijkspel. Of het bouncy bal spel. Het is echt zo raar. Maar het was wel leuk. Ik sta met kort haar. Ik ben er echt serieus over aan het nadenken om het kort te knippen. Maar dan denk ik, oh, ik kan niet eens tegen een beetje haar in je gezicht. Ik wil er iets nieuws mee doen. Iets anders. Zoals ik wel ben.